Hoe gaat het met de ZZP'ers in Nederland? In deze video een aantal verrassende feiten op een rijtje. Welkom bij 7D TV. Mijn naam is Ronnie Overgoor en leuk dat je kijkt naar deze video op CVD TV, het YouTube-kanaal voor ondernemers, waar ik elke week twee ondernemers interview. Je vindt er inmiddels meer dan 1200 gesprekken. En is ondernemerschap jouw ding en wil je je laten inspireren door andere ondernemers? Abonneer je dan vooral hieronder en je mist helemaal niks meer. Klik ook eens op het belletje, dan krijg je automatisch een update als er weer nieuwe video's zijn. En zoals ik al zei, die zijn er twee per week. En naast dat ik ondernemers interview, vind ik het superleuk om tips te delen voor ZZPers over hoe je moet starten, hoe je moet groeien. En in deze video leek het me leuk om eens te kijken naar de stand van zaken als het gaat om ZZPers in Nederland. Dus hier een aantal verrassende feiten op een rijtje. Voordat ik met het eerste feit begin, even heel kort wat zijn nou ZZPers? In ieder geval voor de Belastingdienst dat kunnen eigenlijk twee soorten zijn. Uh, je hebt een eenmanszaak, uh, dan betaal je belasting over je salaris hè, via IB, uh, of je hebt een BV, maar dan geen personeel. Je bent dus uh, directeur groot aandeelhouder van een BV, je trekt daar salaris uit, daar betaal je gewoon inkomstenbelasting over, maar vanuit je BV betaal je ook vennootschapsbelasting en winstbelasting, maar je hebt geen personeel. Deze twee entiteiten worden door de overheid gezien als ZZP'er. Nou, misschien goed om te weten, dat is het eerste feitje alvast, dat 90% van de ZZP'ers in Nederland is een eenmanszaak. En 10% slechts heeft een BV. Hoeveel ZZP'ers zijn er nou eigenlijk in Nederland? Dat zijn er op dit moment 1,2 miljoen. Dat betekent dat 1 op de 8 mensen met betaald werk een ZZP'er is. Dat is nogal wat. En het aantal is stijgend. Ongeveer de helft is tussen de 25 en de 55 jaar. De rest zit daar of onder, maar vooral ook daarboven. Want daar zien we wat interessante cijfers. Het aantal ZZP'ers namelijk onder de 35 neemt toe. Dus steeds meer jonge mensen beginnen als ZZP'er. Maar het aantal ZZP'ers dat start boven de 55 jaar... dat stijgt nog harder. Dus we zien dat er een snel groeiende groep 55-plussers is... Die die het avontuur van zzp-schap aangaan. En hoe blij zijn wij zzpers nou met ons werk? Nou, dat is nogal positief. 83 procent is supertevreden over zijn of haar werksituatie. En wat is het belangrijkste argument voor zzpers om te gaan starten als zzper? Dat is de autonomie en meer regie over de invulling van het werk. En er is natuurlijk heel veel discussie over gedwongen ZZP'ers, die door hun werkgever eigenlijk worden gedwongen als een soort verkapt werknemerschap. En die gedwongen worden om tegen lage uurtarieven te gaan ZZP'en. De feiten spreken dat een beetje tegen. Er is heel veel discussie over. Maar uit onderzoek blijkt dat slechts 2,7% aangeeft dat ze verplicht zijn door hun werkgever om te gaan ZZP'en. Slechts 2,7%. Maar er is ook minder goed nieuws, want ZZP'er is niet voor iedereen weggelegd. Iets meer dan een kwart van de ZZP'ers is na een jaar alweer gestopt. 27% om precies te zijn. En na vijf jaar is de helft van de gestarte ZZP'ers geen ZZP'er meer. Dat hoeft overigens niet te zeggen dat het bedrijf of de ZZP'er failliet is gegaan of dat het businesswise helemaal niet goed is gegaan. Uh, dat betekent ook dat bijvoorbeeld een ZZP'er toch uiteindelijk weer in loondienst is gegaan of dat de ZZP'er een echte ondernemer is geworden, een BV is gestart, personeel heeft aangenomen... en dus geen ZZP'er meer is voor de Belastingdienst. En de derde reden kan zijn dat de ZZP'er met pensioen is gegaan. Dus het is niet zo dat het feit dat de helft na vijf jaar geen ZZP'er meer is... dat die allemaal uh, geen succes hadden in het ondernemerschap. Nou, wat doen ze nou allemaal, die ZZP'ers? Het, het grootste percentage uh, levert specialistische zakelijke diensten. Dat is zo'n 23%. Op een goede tweede plek zorg en welzijn, 14%. Op de derde plek bouw met 10% en als laatste de IT-sector met 8%. Dat is het toplijstje van activiteiten die wij als ZZP'ers in Nederland uitvoeren. Dan is er natuurlijk veel discussie als het gaat over zzperschap, als het gaat om pensioen en arbeidsongeschiktheid. En de overheid is heel druk aan het debatteren om te kijken of dat soort zaken verplicht moeten worden. Dat je als ZZP'er verplicht bent om een pensioen te regelen en verplicht moet worden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Feit is dat 66%, dus twee derde van de ZZP'ers financiële middelen heeft voor het geval men arbeidsongeschikt raakt. En dat kan zijn spaargeld, investeringen of andere financiële middelen. En bijna een kwart van de ZZP'ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering op dit moment. Dan een leuk feitje over opleiding. 46% van de ZZP'ers heeft een HBO of een universitaire opleiding, bijna de helft. Maar het grappige is dat zegt niet zoveel over het verdienvermogen van die ZZP'ers. Want als we kijken naar de ZZP'ers die niet veel verdienen, dus lager dan 35 euro per uur. Daarvan zit 47% maar liefst in deze doelgroep. Nou nog een leuk feitje om met jullie te delen. Dat is hoe komen ZZP'ers nou aan hun opdrachten. Nou, de allerbelangrijkste reden is uit hun eigen netwerk. 73%. Dus daaruit blijkt maar weer het belang van goed kunnen netwerken. Op een goede tweede plek, 64%, zijn het bestaande opdrachtgevers, terugkerende klanten. Oftewel, doe je stinkende best en zorg dat klanten met je weglopen. Want dat is absoluut een belangrijke factor om aan nieuwe opdrachten te komen. Op de derde plek via andere ZZP'ers, dus via het netwerk van ZZP'ers, dat is 36%. En dan hebben we op de vierde plek je eigen website, 31%. Dus goed om eens te kijken naar je eigen website, of daar misschien wat stof afgepoetst moet worden, of in ieder geval eens kritisch te kijken of die goed in elkaar zit. En last but not least, social media, 22%. Dus ook social media is een belangrijk kanaal, zijn belangrijke kanalen om aan nieuwe klanten te komen. Nou, dit waren een aantal feiten over de stand van zaken van ZZP'ers in Nederland. En ik heb deze feiten uit een onderzoek dat gedaan werd door Zipconomy. En ik heb in de beschrijving heb ik een link geplaatst naar de website van Zipconomy waar je het hele rapport, het hele onderzoek kan downloaden mocht je meer willen weten over alle feiten en cijfers als het gaat om ZZP'ers in Nederland. Zipconomy, dankjewel voor het onderzoek. Het gaf een mooi beeld, het geeft een mooi beeld van hoe het ervoor staat in Nederland. Dit was hem voor deze video. Um, abonneer je op CVD-TV en mis helemaal niks meer van alle prachtige ondernemersgesprekken die ik je maak, check ook de playlist hierboven. Daarin deel ik een aantal video's met allemaal praktische tips als het gaat om het starten als zzp'er, het groeien als zzp'er, hoe kom je aan klanten. Allemaal praktische tips om jou als zzp'er verder te helpen. Voor nu dank je wel voor het kijken. Hoi!